Wij hebben gezien hoe die rare beesten iets uit het water hebben getrokken. En dan is het nu aan ons om te kijken hoe wij hier een bevrijdingsactie kunnen inzetten, denk ik. Een bevrijdingsactie. Maar dat kan gewoon hier vandaan, denk ik. Ja. Maar wat hebben we nu dan bevrijd? Ik loop nu de goede kant op. Met die flap in mijn hand, die is weer zo'n ding. Weer zo'n visioenapparaat. Moet even kijken naar het volgende visioen. Het grote hert komt in opstand. Allemaal andere beesten worden hier verslagen. Oh, er valt een pilaar bijna op mijn kop. Oh, er valt een pilaar daar op mijn vriend. Oh. Paniek! Nou, goed visioen weer. Het visioen is, het hert komt in opstand tegen de onderdrukkers. Hier kan ik heen. Hier moet ik weer iets bevrijden. Maar wat bevrijd ik hier dan allemaal? Dat is de vraag. Oh, ik bevrijd water. Dat is het. Door die bevrijdingsactie te doen, komt het water omhoog. Dat is het. Daar gaat het beest vandoor. Ik bevrijd water. Daardoor stijgt de waterspiegel. En komen we ergens. Dat is wat er gebeurt. Ik zie het nu pas. Ik volg gewoon de route. Zo, hier ben ik allemaal al geweest. Daar zit dus een zeemonster. Ik wou zeggen, zijn dit vrienden? Het antwoord is nee. Die neushoorns zijn geen vrienden. Worden het later nog vrienden, maar op dit moment vallen ze mij gewoon aan. Hier staan we vijanden toe te kijken. Thank you.
Hier gaan we weer wat water vrijmaken. Zodat de boel overstroomt. Dat monster gaat dan verdrinken, hopelijk. Nee, die gaat er vandoor. We gaan er samen vandoor. Die monsters gaan er samen vandoor. En ik maar volgen. En ik maar volgen. En ik maar volgen hier met al dat water. Beesten denken ook, er klopt hier iets niet met al die regen. Er klopt hier iets niet met al die regen. Die beesten, die gaan er vandoor. Moet ik er dan nog steeds achteraan, is mijn vraag. De kaart zegt ja. Kaart zegt ja. Een vis. Het loortje brengt mij een vis. Ik pak hier even een diamantje mee. Daarmee is het volgende diamantje, of de volgende skill, gevuld. Dat doet vermoeden dat we dus een nieuwe skill kunnen leren. Hier kan ik niet heen. Dat doet vermoeden dat we een nieuwe skill kunnen leren nu. Super handig. Nee, deze jump red ik niet. Dan lijkt het erop dat ik of naar beneden moet. Of een andere weg moet vinden. Namelijk hier. En dan kom ik daar ook niet op. Dan maar onderlangs. Filmpje. Een raar visbeest. Een zwijn moet het voorstellen, denk ik. Ik denk dat het een zwijn moet voorstellen. Ik dacht dat hij een vriend was, is hij niet. Hij moet zijn staart pakken. Stond erbij. Er stond een plaatje. Dat ik zijn staart moet pakken, ongezien. Kan ik dat stuk staart dan gebruiken om door die deur heen te komen daar?
Hé, hey, ik heb jouw staart. Ik heb jouw staart, help mij. Ja, heel goed, dankjewel. Het werkt ook als lichtbron. Ik weet niet of dat deze mij nu nog volgt. Het is een hele donkere grot. Waar het mij ook niet duidelijk is waar ik precies heen moet. Niet daar in elk geval. Hij roept naar die bloemen en dan geven ze licht. Hier gebeurt weer wat. Hij gaat mij springbloemen geven. Zo is hij. Laten we dat zwijn dan daar beneden? Nee, die gaat met mij mee. Kom een zwijntje. Hier is weer een kijkdoos. Hier is weer een kijkdoos, zeg ik. Een kijkglasoog. Een visioen. Het hele bos staat in de fik. Ah, de zwijnen. Dat valt me aan. Zwijnen vallen me aan. We worden een beetje overrun door al die zwijnen. Oh, een koningszwijn. Of beer. Je kilt al mijn vrienden hier. Een koningszwijn kilt al mijn vrienden. Ik ben er weer, zwijntje, kom maar. Een ijswereld. Ja, waar gegleden wordt. Zo gaat dat in ijswerelden. Hé, hey, een vriendje. We volgen de zwijnen, man. Ik ben volgens de kaart weer bij de grote boom. De grote boom waar we de vogelkoning ooit gered hebben. En ik ga nu weer naar een nieuw gebied. Hij springt hier omhoog. Kan ik daar ook? Ik kan gewoon verder, ik kan hier in die boom klimmen. Alle pep. Hier, ja. Volg het zwijn. Daar naar boven. Moeten we even doen met een boomklimactie. Jeet. Kijk, dit is de nieuwe skill die ik geleerd heb. Waardoor ik nu terecht kan komen in de sneeuwwereld. Waar het zwijn mij leidt naar een grot. Neem aan dat jij daar ook naartoe moet, zwijntje. Naar deze grot.
kan hier lekker van boom naar boom. Maar dat hoeft helemaal niet. Kijk, daar zit al een ander zwijntje te wachten. Maar die heeft nog zo'n witte knos in zijn staart. Dus dat is nog een vijand. Dan is het denk ik aan mij om die witte knots uit zijn staart te halen. Om hem weer vriendelijk te maken. Daar is mijn vriend. Kijk. Ik trek die knots uit zijn staart. En hij wordt nu ook een witte vriend. Dat is het. Kom, dude. Kom. Maak dit even open voor mij. Dank u wel. Dankjewel. Kijk, dan heb ik twee zwijnenvrienden die met mij meelopen. Hier ligt fruit. Oh, hij kan mij zien als ik in een bosje ben. Ik kan niet vluchten een bosje in. Goed om te weten. Ik denk wel dat het fruit wat hier lag, dat ik dat eventueel zou kunnen gebruiken. Ik heb er fruit neergelegd. Is dat wat voor jou? Niet? Kijk, hij ruikt fruit. Hier, geef mij jouw staartbal. Hij is een vriend geworden. En dan ga ik jou nu fruit geven. Dan wil je geen fruit? Nee, kom. Mee doen. Ik heb jouw hulp nodig. Hoppa. Weer een zwijntje gered. Kijk, die gaan allemaal die kant op. Staan ze allemaal naar boven. Spring ik even mis. Jeet. 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 Ik vind een kristal. Onderweg naar weer een skill. Compleet de verkeerde kant op ook. Nou loop ik goed, ja.
Die zwijnenvrienden die zijn allemaal aan deze kant. Ja, die zwijnenvrienden zijn allemaal aan deze kant. Die jump kan ik niet maken hier vandaan. Even een weg vinden naar die zwijnenvrienden. Hier kwam ik vandaan. Nee, dit kan. Hier vandaan. Naar hier. Vandaan naar hier. Oh, daar is weer een vijandig zwijn. Dat is weer een vijandig zwijn waar ik in één keer vanuit die jump in zijn gezicht vlieg. Dat is niet raadzaam. Raadzaam om in zijn gezicht te vliegen. Hoe gaan we dat dan doen? Hier vandaan in de bosjes, dan ziet hij mij niet. Huppa, en dan pak ik zijn staart weer eraf. Kom vriend. Jij bent nu vriendschappelijk. Help mij hier. Kom maar. En hier is mijn andere zwijnenvriend. Ik moet sturen. Kijk, we volgen de zwijnenvrienden. 4 zwijnenvrienden heb ik gemaakt. Kom zwijnenvriend, let's go. Hier, 1, 2, daar staan ze. Een filmpje. Daar is een gevangen zwijn. Die zullen wij moeten gaan redden. Zullen wij moeten gaan redden. Er zijn vijandige zwijnen. Er zijn vijandige vijanden. Hoe schakelen we dit uit? Het signaal komt ergens vandaan. Daar is een jump. Dit is een zwijn. Die kan ik converten door zijn staart te pakken. Dat is nu een vriend geworden. Kan hij iets ondernemen tegen die beesten? Nee. Hij wordt gelijk weer ontvriend. Dus dit is niet de bedoeling. Ik moet die zwijnen bevrijden. Maar hoe? Er moet er iets tegenaan gooien. Zoals daar zijn een zwijnenstaart. Ah. Dat is het. Dus ik moet toch de strijd aangaan met de zwijnen hier beneden. En dan zo'n staart tegen die dingen aangooien.
Dat is het. Ik moet de zwijnen gebruiken op een positieve manier. Zwijnenstaten gebruiken op een positieve manier om deze dingen te breken. Ja, dat is het. Aan alle kanten moet dat gebeuren, moet dat geschieden. Zwijnenstaten. Meer zwijnenstaten. Alleen nog die in het min. Hebben we nog een levend zwijn? Jazeker. Daar moet ik nog een zwijn naartoe brengen. Ben ik net geweest. Hij ziet mij niet meer. Maar er zit er daar nog eentje verderop. Dan gaan we die ook vernietigen. Dan opent zich de poort. En dan kan ik daar langs. Oh. Die monsters gaan daar ook naartoe. Dit koningszwijn die we nu bevrijden. Dat lijkt het op. Het is een groot zwijn. Hij heeft niet een evil staart. Hij lijkt vriendelijk. Een beetje aan het snuffelen is hij. Hij roept al die andere zwijnen aan. Zijn dat mijn zwijnenvrienden? Die ik net gemaakt heb, die hij nou aanroept. Hé, zijn wij nu vrienden? Oh nee, die vier zwijnen moeten natuurlijk nu hier in die bedjes. Dat is het, er zijn hier vier bedjes. Kijk, hebben we nu gered? Of gered? Geholpen? En dat moeten we natuurlijk met alle vier doen. Kijk, nu heb ik twee vrienden gemaakt. Nu heb ik drie vrienden gemaakt. Die vier die is daar nog boven.
Dan redden we niet hier vandaan. Dat redden we helemaal niet, wat ik hier nou doe. Die beesten die volgen mij. Ik ga het trapje op. Ja, dan pakken we hier die laatste. En als het goed is, heb ik nu dan 4 vrienden gemaakt. Die mij allemaal wel eens eventjes willen volgen. Naar hun grote leider. Kom maar. Kijk, één zit al in het bedje. Kom jongens, ik heb jullie allemaal gered. Kom. Ja, daar is de tweede. Huppakee, in het bedje. Kom mijn vriend, meteen komen. Blijf daar zitten. Moet ik ze nog fysiek overtuigen? Kom. Kom, vriend. Mee komen. Hij is de laatste ook. 3 zitten er al. Jeet. Kom, in bed. Alle 4 in bed. Leer mij de taal van de zwijnen. Kijk, hij denkt, je hebt al mijn kinderen gered. Jij bent oké, dat denkt hij. De taal van de zwijnen. Van de zwijnen hebben wij ons machtig gemaakt. Waardoor wij nu dus deze rare paddenstoelen kunnen clearen. Zullen we dat eens even gaan testen? Nu we de taal van de zwijnen spreken. Ja, dat werkt heel goed. Dat werkt heel goed. Over dat ding heen springen werkt ook heel goed. Jonge, jonge, wat een noep. Wat een noep. Noep, noep, noep. Kijk, glijden. Dingetje pakken onderweg. Jiet. Glijden. Dingetje pakken. Jiet. Vliegen naar de overkant. Diamantje. Waar is de route? Hier. Glijden. Niet. Zweven. Is hier niks. Is hier niks. Oh, daar. Ik kom in een donkere grot. Maar met de taal van de zwijnen kan ik licht maken. Hebben wij gezien. Wij zijn nu vrienden. En wat levert mij dat op, dat we vrienden zijn? Tegen ijs oprennen kan ik nog steeds niet. Ik neem aan dat dat betekent dat mijn vriend hier dit open moet breken. Ik kan op hem gaan zitten. Ah!
Ja, dat werkt ook wel, hè? Hier haal ik nog meer vrienden vandaan. Hier haal ik een diamantje vandaan. Daar beneden is ook nog een diamantje. Een beetje wisselen tussen licht maken. Hier is mijn vriend. Oké, ik moet naar links. Daar moet ik heen. Ja, ik denk dat ik hierheen moet. Of niet? Nee, hier kom ik vandaan. Hier kom ik vandaan. Hier naar rechts ben ik nog niet geweest, ja. Er zijn nog meer zwijntjes die mij allemaal willen helpen. Allemaal zwijntjes. Die mij allemaal willen helpen. Daar is weer zo'n kijkdoos. Waar we weer een visioen gaan krijgen. Een visioenendoos. Alle beesten zijn bij die middencirkel. Daar is nog steeds het grote hert. Die grote middencirkel die heb ik ook al vaker gezien, maar daar kon ik niks mee. Er klinkt enige paniek vanuit dit lichaam waar ik in zit. Enige paniek vanuit het lichaam waar ik in zit. Waarom lokt je deze rotstekeningen niet? Ja, deze wel. En meenemen daar naartoe. Dat kan niet. Zo unlock ik ze wel. Ik kan deze niet unlocken omdat ik kijk naar het zwijn daarboven. Dus die moet eerst weg. Kijk, nu heb ik dit wel unlocked. Dan loop ik hier verder de grot uit. Dat is nu mijn looproute. Dan kom ik in een... Daar is weer die andere. Dit is een beest. Dit is hetzelfde soort beest als ik ben. Die wil dat ik hem volg. Nou, ik stel voor, er zitten allemaal beestjes die zijn zoals ik ben. Die gaan we volgen in de volgende video. Wij zien jullie graag daar. Joejoe.